don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on his shirt. If I was your man, baby, you never worry about what I do. Baby, you're a star, I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Baby, good love and protection made me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me. You deserve better, girl. So can we make this thing ours? You should let me. Jij bent denk ik wel de grootste Red One-fan die er bestaat. Mm-hmm. In hoeverre denk je dat hij nu, als hij zou kijken, overtuigd is van je performance? Ik hoop natuurlijk heel erg. Ja, ben je zelf verzekerd over wat je net hebt neergezet? Ja, ik hoop het heel erg. Oké. Okay. Nou, Gordon. Ja, Farid, het klonk heel goed. Wauw, eigenlijk. Een soort van mooie R&B flow. Maar op de een of andere manier komt het dat... Kijk even om me heen en dan... komt het dan echt niet zo binnen bij mij op de een of andere manier. En dat vind ik jammer. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met wat je aan hebt. Want het is een soort van rol foliepapier. Wat... God. Maar dat leidt dan zo af. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik dacht dat hij het van jou had geleend. Van een tijdje geleden. De toppers. Het is wel allemaal lekker shiny. Nee, ja, kunnen veranderen, hè? Nee, maar ik moet het over die stem hebben. Je hebt het spatzuiver. Maar op de een of andere manier denk ik toch dat je even wat stimulans nodig hebt... om je een paar dingen duidelijk te maken... waardoor je het nog mooier zou kunnen laten klinken. En ja, consider that. Om even in teamwoordtermen te praten. Ik wil jou wel in de bootcamp terugzien, maar dan niet met het vreselijke pak. Het is wel goed voor dansen, hoor. Ja. Voor dansen dus een mag ja zonder het pak. Zonder het pak, ja. Dat mag je maar doen. Voor dansen mag je maar doen. Treintje, wat vond jij ervan? Nou, ik vond dat jouw stem heel duidelijk karakter had. Beetje schorrig hier en daar, soulful. En daarom begreep ik niet dat je soms in het hoog, als je echt ging uithalen, zo voorzichtig deed. Klopt dat je daar een beetje bang voor was? Nou, ik zeg je heel eerlijk, ik wilde het heel erg graag. Ik probeer het gewoon eigenlijk gewoon fake it until you make it, weet je wel, om hier... Oké. Okay. Ja. Goed geluk. Show must go on, weet je wel. Je hoeft niks te faken, je moet het gewoon doen. Ja. Want het zit er wel. Als jij gewoon... meteen ervoor kan gaan, dan mag je van mij door. Peace up, A-Town. Yeah, yeah. Okay, okay. Hush, hush. In the club with my head down, got me thinking that it might be a good idea to take her with me. She's ready to leave. Well, let's go. And I gotta keep it real now, 'cause on the 1 to 10, she's a certified 20. That just ain't me. Sure, got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Farid, hoe vond je dat het ging? Ja, eerlijk gezegd, ja, iets minder. Oké, okay. Kenzo. Ik vond het geen goed optreden. En dat komt door... Het is helemaal geen moeilijke choreo. En dat is oké, maar ik merkte dat het voor jou heel moeilijk was. Is dat zo? Voelde je dat? Je hebt helemaal gelijk. Ik heb hem niet gepakt.
Dat is denk ik gewoon voor mijn gevoel. Ja, ik heb echt mijn best gedaan. Het was echt spannend. Ik vond het. Dus op deze auditie ga ik je toch een nee moeten geven. Yes. Maar, Timur, geldt het ook voor jou? Het leek voor mij op vele momenten, zeg maar, alsof je in je eigen slaapkamer zat te dansen. En niet voor al deze mensen hier. Mm-hmm. Je straalde die energie niet uit, terwijl je dat bij je zang wel had. Ik zeg je heel eerlijk, ik kan het echt veel beter. Voor mij staat er best wel veel op het spel. Ja, wat staat er op het spel dan voor jezelf? Ja, dat is. Kijk, ik probeer Ridwan al echt een heel lange tijd te strikken om mee samen te werken. Ja, maar wat mij al een beetje stoort, jouw hele biografie gaat helemaal voor Ridwan, Ridwan, Ridwan. Maar waarom ga je niet focussen op Farid, Farid, Farid? Waarom ga je niet focussen op jezelf als artiest? Nee, ik focus me ook op mezelf. Daarom ben ik hier ook. Qua dans heb je mij niet geprikkeld en overtuigd dat ik je misschien nog een tweede kans zou willen geven. Dus voor mij is het helaas ook een nee. Helaas. Wow. Twee keer een nee. Blijf er één te horen voor Farid.